karakter en een groot vertrouwen in hun eigenaar. Papillium wordt zowel onder het zadel gereden als voor de koets gespannen. Na Papillium zien we dan een heel mooi Belgisch trekpaard. Belgische trekpaard wordt gevolgd door opnieuw een Belgisch trekpaard, maar deze keer eentje met een zwarte kleur. Dus een Belgisch trekpaard kan, zoals we zien, meerdere kleuren hebben. Het is niet gekenmerkt door een specifieke kleur, maar kan alle kleuren eigenlijk hebben die paarden kunnen omgaan. En dan als laatste in de rij, maar zeker niet de minste, ik denk zelfs meer dan de grootste uit de rij, is een Vlaams trekpaard. Het Vlaamse trekpaard kenmerkt zich uiteraard door zijn grote, stevige gestalte. Dit paard is in eigendom van André de Vogt. Na het vluchtpaard zien we opnieuw een Frans trekpaard, ditmaal eentje van de afstamming Pontoise. Deze kenmerkt zich door zijn voskleurige huid, met dan in samenspraak met de witte manen en een witte staart. Dan hebben we een kleintje in de achtervolging. Dit kleintje is Spirit. Spirit is een Shetland pony op rust. Hij is in eigendom van Kim van den Branden. En Spirit heeft vandaag al op zijn teller 32 jaar staan. Het is een zeer klein maar sterk ponyras. In de winter verandert zijn huid in een echte teddybeer, waardoor hij daarom probleemloos in regen en wind kan staan. Ze kunnen zowel bereden worden als zware lasten trekken. Maar Spirit geniet nu van zijn pensioentje. Spirit wordt gevolgd door zijn weidegenootje Papillium. Dit is een Arabisch volbloedpaard van 13 jaar oud in eigendom van Rita Schudding. De vader van Papillium is een hengst die wereldkampioen.